Alle Formule 1 coureurs gaan met elkaar in gesprek om te overleggen wat nou precies een gepaste reactie is op de FIA die Max Verstappen een taakstraf oplegt omdat hij vloekte tijdens een persconferentie. Voorzitter van de coureursvakbond Alexander Woers liet weten dat voormalig Haas-teambaas Günther Steiner dan levenslang een taakstraf zou moeten krijgen omdat hij geroemd werd voor het gebruik van het F-woord. Ook was het voor Netflix geen probleem om het wereldwijd uit te zenden. Woers liet weten dat hij zelf geen voorstander is van het gevloek, maar deze straf is volgens hem persoonlijk te zwaar. En McLaren vindt dat er gekeken moet worden naar het team van Racing Bulls omdat Ricciardo Verstappen heeft geholpen met het wereldkampioenschap. Dat deed hij door de snelste raceronde van Lando Norris af te pakken. Teambaas Andrea Stella vindt dit een belangrijk onderwerp omdat er sportiviteit bij wordt betrokken. Hij wil graag dat het team zich in elk stadium, in de fabriek of op het circuit, volledig autonoom moet gaan gedragen. Hier moet naar gekeken worden, maar op dit moment heb ik geen enkele bewijs om te zeggen dat RB voor de snelste ronde ging om Red Bull te helpen. Ik vind het alleen een beetje, bijzonder. Ik zag het niet aankomen. Het verbaasde mij een beetje dat de grootste prioriteit van Racing Bulls was om de snelste ronde te rijden in Singapore. We moeten gewoon harder werken om ervoor te zorgen dat het kampioenschap niet op één punt beslist wordt. Tegelijkertijd voel ik veel sympathie, support en vriendschap voor Daniel, dus ben ik blij dat hij de snelste ronde aan zijn portfolio toe kan voegen. Zo wordt hij geciteerd door motorsport.com. Verstappen werd er tijdens de persconferentie na afloop van de race ook zelf nagevraagd, maar hij was nog een beetje in zijn boycottfase, dus hij was kort van stof. Hij zei volgens hem kan iedereen zelf beslissen wanneer ze wel of niet voor de snelste raceronde willen gaan. Ook Laurent Mekies, de teambaas van RB, liet weten dat ze Daniel gewoon de kans even wilden geven om ervan te genieten. Daarom hadden ze hem naar binnen gehaald om nog even te genieten van zijn snelste raceronde. McLaren wil natuurlijk maar al te graag dat kampioenschap binnenharken bij de constructeurs. Dat lukt in Singapore aardig. Het team veroverde 40 punten en is meer dan 20 punten uitgelopen op het team van Red Bull Racing en Ferrari. Het team van Mercedes scoorde ook 20 punten. Verder scoorde Aston Martin en Haas ook hier en daar wat puntjes. Terwijl het voor het Visa Cash App RB, Williams, Alpine en Keke Sauber een punteloos weekend was. Dan nog even naar het team van Red Bull Racing. Dat heeft nog even de tijd om de auto weer te krijgen waar het hoort te zijn. De volgende race is pas op 20 oktober in Austin. Dat is ook wel echt nodig, want Dr. Helmut Marko, de adviseur van het team, noemt de achterstand op McLaren alarmerend. Hij noemde het waanzinnig hoe Lando Norris wegreed en zei het volgende tegenover E24. We hebben dringend prestatie nodig. Godzijdank hebben we nu 4 weken om eraan te werken. Er zou nog veel moeten gebeuren. Ook Verstappen liet weten dat het team echt te weinig performance heeft op dit moment. Tegenover F1 TV liet hij weten dat het Marina Bay Street Circuit natuurlijk niet de meest ideale baan was voor de RB20. Maar zelfs op een normaal circuit het team gewoon niet kan matchen met de McLaren's. Was hem dan het GP Fans nieuws van de maandagmiddag. Morgen zijn we er weer. Tot dan!